Voor het tweede jaar organiseert Accenture de Media and Communication Innovation Awards. De awards zijn vorig jaar in het leven geroepen om innovatie in de markt in kaart te brengen en de waardering te geven die het verdient. Uit de ingezonde concepten kiest een vakjury het beste innovatieve concept dat wordt beloond met de Blauwe Tulp Award. Innovatie is belangrijk. Zeker in de media- en communicatieindustrie. Met name als je kijkt naar recente technologische ontwikkelingen, dan zie je dat deze ontwikkelingen de core van de media- en communicatie-industrie raken. Gevolg is dat alle grote spelers de komende jaren stevig moeten innoveren. Ze worden immers geconfronteerd met concurrenten uit nieuwe, soms heel onverwachte hoeken. Ons internationale onderzoek toont tevens aan dat innovatie en groei dé sleutel is tot een high-performance business. De 214 ingeschreven concepten van dit jaar betekenen een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De jury, onder leiding van Theo Huibers, heeft na intensieve analyse een top 50 bepaald waaruit tijdens het Innovation Seminar de winnaar bekend zal worden gemaakt. Het is natuurlijk een cliché, maar het was echt, echt lastig. 214 concepten, stuk voor stuk innovatief. Wij hebben de concepten beoordeeld en gerangschikt op mate van vernieuwing, huidig succes en potentie. Met twaalf mannen en vrouwen uit het vak hebben we het concept gekozen dat zich het beste innovatieve concept mag noemen en de blauwe tulp in ontvangst mag nemen. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt, waarvoor op dit moment volop wordt gestemd. Het is leuk om te zien welke trends zichtbaar worden bij het analyseren van de concepten. Zo is dit jaar een behoorlijk aantal concepten met een mobiel karakter. En zien we ten opzichte van de inschrijving van vorig jaar een toename van innovatieve concepten die bestaande processen vereenvoudigen. Wat ik persoonlijk geweldig vind om te zien, is dat drie van de vijf concepten geïnitieerd zijn door vrouwen. Ik kan nog niet zeggen welke concepten dit zijn, maar dit is een trend die ik absoluut toejuich en die zich ongetwijfeld voort zal zetten richting volgend jaar. De organisatie voor het Innovation Seminar is inmiddels in volle gang. Op donderdag 23 oktober zal in pakhuis De Zwijger bekend worden wie de winnaars zijn van de Blauwe Tulp en de Publieksprijs. De Innovation Award is een initiatief dat ook echt merkbaar waarde heeft in de markt. De inzichten die verkregen worden over de innovatie zijn voor de hele media- en communicatie-industrie interessant. Innovatie is een van de belangrijkste succesfactoren voor de groei en ontwikkeling van een bedrijf. Innoveren is ondernemen, leren, vallen en weer opstaan. Daarom stimuleer ik innovatie en dit initiatief. Ook benieuwd naar de uiteindelijke winnaar. Op 23 oktober wordt bekend welk concept de Blauwe Tulp heeft ontvangen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via www.innovation-awards.nl